4 jongeren met autisme halen hun diploma in voortgezet onderwijs op de Berkenschutse, een VSO-school. Ze gaan door naar het MBO, naar het HBO en naar de universiteit. Hoe is het ze vergaan? Mijn naam is Mark van Glabbeek, 23 jaar, woon in Eindhoven. Ik studeer belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. Ik zit nu in het pre-masterjaar, dus ik ga nu dit jaar tot en met het eind van het collegejaar en dan nog een jaar master. Ik ben Martijn Verhees, ik ben 19 jaar en ik woon in Helmond. Mijn hobby's zijn geocaching, wandelen in het bos en obstacle runs. In de zomermaanden ga ik met mijn ouders naar de camping. Tegenover de camping is een bos waar ik bijna dagelijks ga wandelen. Kijk ik naar de dieren, planten. Ik ben Ronald, ik ben 20 jaar oud. En ik studeer hier in Leuven rechten met criminologie. Ik zit dan hier op kamers. En in het weekend ga ik naar huis. Om daar de sport te doen. Ik geef judoles en ik werk bij een rozenkwekerij op zondag. Voor de rest zit ik hier van zondagavond tot vrijdagmiddag ongeveer. Ja, ik ben Petra en ik ben 23 jaar oud en ik woon in Eindhoven. En ik heb in het verleden op het Sint Lucas gezeten, grafische opleiding gedaan. En ik ben nu werkzaam bij een zeefdrukkerij. En dat bevalt heel goed. Mark, Martijn, Petra en Ronald. 4 jongeren werkend aan de toekomst. Alle 4 komen van de Berkenschutse. Een school voor speciaal onderwijs. Waarom? Ik ben toen ik 12 jaar oud was, ben ik uit huis geplaatst door mijn moeder destijds. Het ging thuis gewoon niet zo heel erg goed. Redelijk onhandelbaar en mijn zusje, ja, in de thuissituatie, mijn moeder moest ons alleen opvoeden, dus dat ging niet helemaal vlekkeloos, om het zo even te zeggen. Dus mijn moeder besloot om mij, toen ben ik gaan wonen op Kentalis, in een woongroep. Dus dat betekende 2 weken, dus 2 weken daar en dan het weekend naar huis, om 2 weken naar huis. En daar heb ik wel heel veel geleerd, heel veel vaardigheden, waar ik nu nog iedere dag zeg maar, de vruchten van pluk, om het zo even te zeggen. En ook, je krijgt de hele tijd een spiegel voorgehouden van wat jouw gedrag doet met jezelf, maar ook wat het doet met je omgeving. Dus dat is een heel leerzame tijd geweest, achteraf gezien. Ik was toen natuurlijk niet heel, ik snapte het toen niet toen ik 12 was. Ik was aan natuurlijk heel jong. Dus ik begreep dat niet helemaal, maar natuurlijk ook uit huis geplaatst worden, dat is natuurlijk niet niks. Maar achteraf ben ik wel blij dat mijn moeder die beslissing heeft genomen destijds. Ik denk dat ik daar wel veel beter ben uitgekomen. Ik zit nu op een opleiding tuinpark en landschap, dus een opleiding voor hovenier. Hiervoor heb ik op regulier basisonderwijs gezeten, tot het 4e leerjaar ook gewoon regulier voortgezet onderwijs. Daarna heb ik een overstap gemaakt naar speciaal onderwijs, omdat ik een beetje vastliep. Toen ik op speciaal onderwijs kwam, merkte ik dat het wel makkelijker ging. Dat er kleinere klassen waren, dat ik makkelijker nog een keer een vraag kon stellen als ik het niet begreep. Een prettigere sfeer. Nee, ik heb eerst op de Berkenschutse gezeten. Dat heb ik daar voor HAVO gedaan. En ja, daar ben ik eigenlijk direct naar het Sint Lucas gegaan eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel iets met creativiteit gehad. En ik ben eigenlijk op vrij jonge leeftijd begonnen met via de digitale weg eigenlijk op het creatieve vlak bezig gaan zijn. En dat beviel heel goed. En ik heb me eigenlijk op jonge leeftijd al best wel verdiept. Toen ben ik halverwege de HAVO eigenlijk wel achtergekomen dat ik die richting eigenlijk wel op wilde. En het was voor mij alleen aan het einde van mijn HAVO wel een beetje de vraag van
heeft het eigenlijk nog zin om een opleiding aan te volgen, zeg maar? Of ga er nog iets toevoegen eigenlijk al van wat ik al wist? Omdat ik eigenlijk in mijn vrije tijd daar echt alleen maar mee bezig was. Dus ik heb dat toch maar gedaan vanwege het feit van dan heb je in ieder geval een diploma. Voordat ik hier naar Leuven toe kwam, heb ik eerst op het drie verschillende basisscholen gezeten, waarvan de derde wat meer speciaal onderwijsbasisschool was. Vervolgens ben ik naar middelbare school geweest, waar ik 2 jaar op heb gezeten. En vervolgens ben ik naar de Berkesuts gegaan. Voornamelijk het eerste jaar was op het Berkesuts was erg wennen. Ik was nieuw en ik kende eigenlijk helemaal niemand. Dus dat was meer zoeken en veel conflicten. Het tweede jaar op de Berkesuts ging al beter. Ik kreeg op een gegeven moment ging het beter omdat ik mezelf en mijn eigen gedrag iets meer onder controle kreeg. Waardoor ik iets minder snel mijn boosheid uiten op een wat meer fysieke manier naar anderen. De middelbare school is een voorbereiding op een volgende stap. Ga je door met leren? Wil je werken? Maar in welke richting? Een goede voorbereiding kan dan helpen. Ik heb er bewust voor gekozen om in 2 jaar examen te doen en daarbij de vakken te verdelen. Op zich was dat een goede beslissing, omdat ik daarmee meer tijd had om me te oriënteren naar welke opleiding ik zou willen en zo. Tijdens het laatste schooljaar op speciaal onderwijs heb ik 2 dagen in de week stage gelopen bij de groenvoorziening. Ik merkte dat ik die dagen echt leuk vond en dat ik blij werd van het werk en dat ik er best goed in was eigenlijk. Ik ben toen gaan zoeken naar wat dan een opleiding was die heel gericht wel echt bij mij paste. Toen leek mij het heel erg leuk om de opleiding boomverzorging te gaan doen. Maar daarvoor moest ik eerst een groen vooropleiding gehad hebben. En op die manier ben ik eigenlijk bij de opleiding Tuinpark en Landschap gekomen. Ja, ik heb vanuit school heb ik ook stage met het oog op criminologie en rechten gevolgd. Dat kwam bij de politie, dat was zeer interessant. Ik heb daar veel dingen geleerd en kunnen zien en mogen zien. Dat was zeer uitzonderlijk ook. Maar ik heb wel ongeveer mijn dagelijks leven van een agent mee mogen zien. En ik heb even met een hulpofficier van justitie kunnen praten. En met een politiechef kunnen praten. En ja, de politie, dat trok me vroeger altijd heel erg aan vanwege het werk dat ze doen. Het is niet elke dag hetzelfde. En daar hou ik dan ook weer van. Omdat als elke dag hetzelfde is, dan ga ik me heel erg vervelen. En dan hou ik het ook niet lang voor om het iets te doen. Ik heb mijn examens voor de HAVO destijds gespreid over 2 jaar. Dus ik had in het laatste jaar had ik een heleboel vakken niet meer. En toen hebben ze besloten om te kijken of er een stage, of ja, snuffelstage eigenlijk voor mij te vinden was ergens. Om ja, die uren eigenlijk op te vullen, dat ik in ieder geval iets te doen had. En toen ben ik terechtgekomen bij een reclamebureau in het dorp waar ik destijds woonde bij mijn ouders. En daar heb ik elke maandag kon ik daar terecht voor een snuffelstage. Maar dat ging van logo's ontwerpen tot huisstijlen, tot verpakkingen, tot eigenlijk wat alles bij komt kijken, zeg maar. Ja, dat is wel een redelijk leerzame tijd geweest, vooral omdat ik toen al mee mocht maken hoe dat het er zeg maar, in het bedrijfsleven op dat gebied aan toe ging. De 4 jongeren vonden hun bestemming. Mark wilde belastingrecht doen. Martijn wilde boomverzorger worden. Petra wilde iets met grafische ontwerpen doen. En Ronald wilde criminologie doen aan de Universiteit in Leuven. Voor alle 4 een grote stap.
Voordat ik aan de opleiding begon, ben ik al bij de opleiding gaan kijken voor de zomervakantie. Dat gaf mij meer rust in de zomervakantie, omdat ik het allemaal een keer gezien had en een beetje wist wat me te wachten stond. Toen ik de studie had gekozen, toen kregen we andere onduidelijkheden. Dat was voornamelijk met betrekking tot de stad en de studie zelf en wat er omheen zit. Want ik had thuis had ik een vast patroon qua werk en qua sporten en qua dingen doen. En hier zit ik dan door de week voornamelijk. En ik had geen idee wat je kon doen en hoe de studie eruit zou zien en hoe de stad was. En daar waren ook heel veel onduidelijkheden over. Die dan weer voor onrust zorgde bij mij. Deze onduidelijkheden heb ik uiteindelijk met familie, vrienden en een beetje over school heb ik die uitgezocht. Ben naar Leuven gegaan een paar keer voor een dag, een infodag. En ik ben met vrienden in Leuven geweest. Hebben daar een nacht doorgebracht. En de stad voelde op zich meteen goed. En na die infodagen voelde de studie ook wel goed. Ik heb met een vrouw die werkt hier aan de universiteit, heb ik vragen gesteld in verband met autisme en de mogelijkheden qua hulp die erbij horen. Die waren er. En ze kon daar altijd mee, zei ze. Dus dat gaf ook veel rust. Dus, ja. En dan is het zover. Vier scholieren worden ineens vier studenten. Een grote stap. En je studie begint met een uitnodiging voor een introductieweek. Wat doe je? Wel of niet meedoen? Ik heb meegedaan aan de intro inderdaad, in het begin. Van mijn hbo-studie, zeg maar. Ik heb dat toen wel gedaan. Ondanks dat ik er heel weinig zin in had. Maar ik ben achteraf wel blij dat ik het ook gedaan heb. Want je leert gewoon mensen kennen waarmee je de komende vier jaar aan het studeren bent. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat bijna iedereen gaat daar naartoe. Dus bijna al jouw medestudenten zijn dan. Als je er dan zelf niet bij bent, en je komt vervolgens in de eerste lessen, maar en je bent helemaal nieuw, dat niemand jou kent. En dan hoor je er eigenlijk al, ja, dat is natuurlijk onzin, want je kunt er altijd nog bij gaan horen, maar je loopt wel achter, vind ik. Ja de intro. De intro heb ik zelf niet meegedaan. Dat is omdat de intro is heel groot, met veel mensen. En het is echt heel onduidelijk wat er gaat precies gebeuren. Ten eerste, ik hou niet zo van duidelijkheid. Ten tweede, ik hou niet van hele drukke grote eventen. Dus daar ben ik die ontwijking mis toch wel een beetje. Het was voor mij beter om rustig gewoon op mijn kamer te blijven en dezelfde dingen eens te doen. Ik heb er vrij weinig van gemist, heb ik het idee. Het was voornamelijk veel zuipen en veel sociale contacten maken. En veel opdrachten doen. Ja, de eerste schoolweken waren eigenlijk introductie. Zijn we naar verschillende plekken geweest met mooie tuinen en zo. Om een beetje inspiratie op te doen. En hebben we kennis gemaakt met elkaar en de opleiding. Studeren, hoe gaat dat? Je krijgt stapels boeken, je volgt colleges en je beheert zelf je agenda. Hoe verging het onze kersverse studenten? Ik had het eigenlijk heel erg druk met de opleiding zelf en ik vond het allemaal lastig en moeilijk. Het is een hele grote school en daardoor is het heel moeilijk om, zeg maar ook voor docenten, om zeg maar zo'n hele klas, daar zo'n mentorklas zeg maar, om daar persoonlijk al met iedereen rekening te houden om op de hoogte te zijn van allerlei dingen. Dus in het begin vooral had je andere opleidingen heel veel moeite met het plannen van al die projecten, zeg maar, want er komt best veel op je af. En in die periode ging het bij mij persoonlijk ook helemaal niet goed. En ja, ik kon ook niet echt aansluiting vinden met die leerlingen. Ik weet niet waarom, omdat ik zat in een klas waar meerdere leerlingen zaten die van de HAVO afkwamen. Dus qua niveau en zo kon ik daar wel mee aansluiten. Maar ja, dat waren niet echt mijn soort leerlingen.
ja, die overgang van VSO naar HBO, die heb ik eigenlijk niet zo ervaren alsof dat een overgang is, moet ik zeggen. Het is natuurlijk wel, het is aanpassen aan het niveau, alhoewel ik ook vind dat als je van het VSO komt, in dit geval dan van de bergspitsen, dat je een veel kleinere klasse les hebt gehad. Dus ik merkte wel dat mijn algemene ontwikkeling en mijn algemene kennisniveau, dat dat best wel wat hoger lag dan van de gemiddelde scholier die in een klas van 35 had gezeten. Dus dat was denk ik wel een voordeel, maar dat is meer op kennisgebied. Maar echt, qua overgang heb ik niet echt iets gemerkt van, nou, dat moest ik me heel erg, gaan aanpassen ofzo. Dat heb ik niet gehad. Het vervolg van de VSO naar de vooropleiding was toch best wennen, want de lessen zijn heel anders. Je moet voornamelijk zelfstandig werken. Je moet dan 2 uur luisteren naar een professor die zit te praten. En je moet daarover aantekeningen maken. Terwijl je op de VSO gewoon eigenlijk gewoon continu op je mobiel kon zitten, bij wijze van spreken. Het is dus heel anders. Je moet lange lessen kunnen volgen en je moet veel zelfstandig kunnen werken en zelf een manier moet gaan bedenken hoe je de stof door gaat nemen. Want je hebt veel leerstof om door te nemen, dat wel. Ja. Het is uiteindelijk meegevallen qua hoe het is en hoe het werkt. Het is, ik heb het redelijk snel doorgehad en redelijk snel kunnen schakelen met de manier van werken nou. Het enige wat een beetje tegen is gevallen natuurlijk is de moeilijkheid van sommige vakken. Het is in principe, de overstap is in principe niet zo heel moeilijk geweest. We hebben een klas van ongeveer 20 leerlingen. Die is verdeeld in 2 groepen met allebei een aparte leraar. Daardoor kan er meer aandacht aan ons besteed worden en vooral in de praktijk is dat ook wel erg belangrijk. Ik vind het makkelijk om te leren als ik het ergens aan kan linken waardoor het logisch wordt, bijvoorbeeld de kleur, kenmerken. Ja, en dat komt vaak terug in de namen en dat leer ik dus graag op die manier. Ja, voor mij is het fijn bij het leren om een plant goed te bekijken van dichtbij, om hem te zien, aan te raken, om hem te benoemen als ik in het bos loop, om hem te benoemen als ik aan het werk ben. Als ik nu bomen of planten tegenkom die ik niet herken of waarvan ik niet zeker ben welke het is, neem ik een blad of een takje mee en dan probeer ik thuis erachter te komen om welke plant het ging. Op weg naar zelfstandigheid hoort nog een grote stap: wonen. Blijf je thuis of ga je zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding? Hoe richt je je leven in? Ja, ik woon nu sinds 4 jaar hier in Eindhoven. En daarvoor heb ik bij mijn ouders gewoond in Hezen. En dat ik eigenlijk daar weg wilde, dat heeft al best wel een lange tijd gespeeld. Ook toen ik op de HAVO zat. Alleen er waren toen vrij weinig mogelijkheden voor. Want als je natuurlijk geen 18 bent, dan is het sowieso heel lastig om ergens anders te gaan wonen. En toen zijn we via mijn begeleider destijds aangesloten bij een begeleidend wonentraject. En dat was in de periode eigenlijk ook dat ik tegen heel veel problemen aanliep op de andere opleiding. En die hebben eigenlijk na 3 maanden hebben ze mij een woning kunnen toewijzen. Toen ben ik verhuisd naar Eindhoven. En toen ging het eigenlijk allemaal een stukje beter eigenlijk. Ja, de begeleiding nu is wel wat minder. Maar het is vooral eigenlijk nog steeds de administratie, zeg maar, bijhouden. En ik merk ook heel erg dat vooral het zware is al die instanties, omdat dat loopt allemaal heel stroef op een of andere manier. En ik merk dat ik heel erg moe word van al die mensen die ik bellen en zo. En ik bel sowieso niet graag. Dus dat zijn dingen die ik mijn begeleider vaak laat doen. En zij kan op een of andere manier ook meer voor elkaar krijgen bij de instanties dan ik dat krijg. Want als ik bijvoorbeeld naar Woonbedrijf zou bellen of Wajong of dat soort instanties, krijg je vaak, als je een vraag hebt of iets ergens niet mee eens bent, vaak meteen de deur in je gezicht.
Ik krijg nu één keer in de week begeleiding. Begeleiding, dus ze komen één keer in de week en dan vooral praktische dingen. Dus boodschappen doen, huishouden, meedoen, dat soort dingen. In het, zeg maar, toen ik daar begon, hebben we nog meer op het sociale aspect gezeten. Dus van nou ja, hoe reageren mensen op jou en hoe kun jij op mensen reageren, dat soort dingen. Maar nu is het echt meer praktisch, van wat ik net zei. Het huishouden meer een beetje onderhouden, omdat ik heel erg druk ben. Vanaf 30 april, 30 april eindigt mijn PGB-indicatie, dus dan stopt de begeleiding ook helemaal. En dan ga ik in maart 2017, wordt mijn nieuwe woning opgeleverd. Hierachter. En dan ga ik daar wonen en dat is dan echt mijn eigen appartement. En dan heb ik ook verder geen begeleiding meer. In de mate van mijn opleiding zitten we vaak tussen les door, zitten we dan hier of bij een andere maat. Of de les na te werken of te gamen of tv te kijken. Of we zitten buiten in het park als het goed weer is. En soms gaan we vaak 's avonds uit. In de stad. Dus ja, we doen regelmatig wel iets samen of eten. Dan 's middags even tussen de les door even een broodje en dan hebben we in de afvoerende les. Dus we doen regelmatig wel iets samen met de mensen van mijn opleiding. Ik zit bij het rechtsgenootschap van het Vlaams rechtsgenootschap, het VRG. Die organiseert feestjes en zo. En daar ga ik heel af en toe ook naartoe. En ik heb een sportkaart. Ik zit bij de voetbalteam en bij het rechter volleybalteam. En ik doe heel af en toe nog hier. Studeren is meer dan colleges volgen en boeken lezen. Leren doe je ook door bijvoorbeeld een stage te lopen. Hoe ging dat? Ja, toen moest ik echt van 8:30 tot 5 werken elke dag. En als ik dan thuis kwam, dan lag ik in bed, zeg maar, te slapen tot 9:00. Wat ook verschrikkelijk is voor je slaapritme, want als je... Zeg maar, als je thuis komt meteen naar bed gaat en je wordt dan wakker om 10 uur, dan slaap je natuurlijk de komende uren niet. Ja, dan raakt alles wel een beetje in zijn verval, zeg maar. Mijn moeder is destijds hier ook om te poetsen en zo, want dat kreeg ik ook niet meer erbij. Dat was ook allemaal te veel. Ja, leuke dingen doen dan ook niet, want daar ben je gewoon te moe voor. Toen ik begon met mijn stage, toen was het vaak redelijk vermoeiend en was ik 's avonds best wel moe. Maar nu ik het meer doe en langer mee bezig ben, raak ik je daar wel aan gewend. En, als ik op stage dingen tegenkom waarvan ik niet weet wat de bedoeling is of wat ik moet doen, dan vraag ik het gewoon. En, als het dan nog niet duidelijk is, vraag ik het nog een keer om, zodat ik zeker weet dat ik het goed doe. Ja, ik heb 2 keer stage gelopen in jaar 2. Het was een stage van 2 weken bij de Belastingdienst en in jaar 4 mijn afstudeerstage uiteraard. Ja, je zit daar in een fulltime functie, zeg maar, gewoon voor 5 maanden. Dus je hebt wel, je leert gewoon, ja, bijvoorbeeld hoe ga je gekleed. Ik ging de eerste dag met stropdas bijvoorbeeld, maar dan had daar verder niemand had een stropdas. Dus de tweede dag had ik hem ook nog om, denk ik, hou ik toch even om, maar de derde dag heb ik hem afgedaan. Weet je wel, dus dat zijn van die dingen die je dan gaandeweg leert. Ook hoe zo'n cultuur op zo'n kantoor is, want dat is natuurlijk overal anders. En hoe je omgang met je collega's is en dat soort dingen. En ook de kennis die je dan opdoet. En hoe dingen werken en hoe je dingen moet doen. Dus dat is wel, ik vond het heel leerzaam. En 5 dagen in de week is wel veel. Hè? Dus je werkt 40 uur. En omdat ik natuurlijk ook een bijbaantje had en al die andere bestuursfuncties die ook nog gewoon in de avonduren doorliepen. Heb ik dat eigenlijk niet gemerkt toen ik stage aan het lopen was, maar toen ik eigenlijk afgestudeerd ben. En dan kijk ik daarna meteen op vakantie gegaan. Toen merkte ik eigenlijk pas hoe vermoeid ik was. Dat ik gewoon 5 maanden lang in de volle sneltreinvaart alles had gedaan, zeg maar, wat eigenlijk goed was gegaan. Maar ja, ik merkte op vakantie wel dat ik, zeg maar, echt, dat ik best wel vermoeid was. Autisme loopt als een rode draad door het leven van deze jongeren. Welke invloed had dat? En hebben ze het gedeeld met anderen? En ik ben hier ook op de gang. Weten, denk ik, de meesten ondertussen nu wel dat ik autisme heb. Niet omdat ik het nodig vond om het te vertellen. Niet omdat dat zij het zelf opmerkte. Maar meer omdat het dan uiteindelijk gewoon daar gewoon naar voren kwam. En ik daar gewoon over vertel. Want ik heb daar geen moeite mee om dat te vertellen. En bij mijn vrienden van mijn opleiding, daar weten de meesten het ook wel. Maar ze zeggen er ook eigenlijk vrij weinig van.
Want ze merken het eigenlijk ook vrij weinig. Het is meer zo dat ze grapjes maken over dat ik een Nederlander ben, dan dat ze echt iets met mijn autisme doen. Je krijgt natuurlijk altijd mensen die iets merken, dus dan komen ze naar je toe. En dan vragen ze, ja, heb je ergens last van? Of ja, even bot gezegd. Maar dan kun je dat gewoon aangeven aan die mensen zelf. Maar om het dan aan de grote klok te hangen, dat heeft ook weinig zin. Dus ik raad het sowieso aan om het sowieso in ieder geval bij de opleiding te melden. Als je het niet meldt, kun je ook een aanspraak maken op die voorzieningen. Dus je moet het echt voor aanvang van je studie moet je het melden. Als je aanspraak wil maken op extra tentamentijd of andere voorzieningen. Want als je tijdens je studie zeg maar, achter de feiten aangelopen en je gaat het dan pas melden, dan heb je pech. Bij de aanmelding op school heb ik wel aangegeven dat ik autisme heb. Daardoor kan ik ook extra begeleiding krijgen mocht het nodig zijn. Sommige docenten heb ik het ook verteld. Aan de leerlingen heb ik het niet verteld, maar als ze het zouden willen weten dan, of zouden vragen, dan, ja, dan zou ik het wel gewoon vertellen. Ja, ik ben er altijd een beetje terughoudend in, omdat ja, het is iets persoonlijks en ja, klinkt heel stom, maar ik vind wel dat mensen moeten dat maar verdienen of zo. Omdat, ja, ik hoef dan niet in de grote klok te hangen, en als ik vind dat het iets goeds teweeg zou brengen, omdat die persoon dan mij beter kan begrijpen. Of dat als we langer met elkaar contact hebben of wat dan ook, dan zeg ik dat meestal wel. Vier jongeren op weg naar zelfstandigheid. Petra werkt inmiddels. Mark, Martijn en Ronald studeren nog. Hoe gaat het nu met ze? Stress. Minder dan op het middelbaar. Ik heb hier in Leuvenk minder dan op het middelbaar last van stress. Gewoon omdat je ongeveer weet wat je kunt verwachten. En ik heb altijd wel last van stress gehad. Maar dat is tegenwoordig eigenlijk maar de week of twee weken van tevoren. En voor de rest is heel het jaar best relaxed hier zijn. En zoals ik al zeg, als we last van stress hebben, dan gaan we gewoon buiten trappen. We hebben een Facebookpagina van onze gang. En dan spreken we af van zullen we eens een avondje gaan sporten of een middagje gaan sporten. Of zullen we eens gaan kaarten in de keuken of een ander spel doen. Of gaan we voetbal kijken op de tv of gaan we film kijken. Dus ja, we doen wel veel samen. De mbo-opleiding is lager dan wat ik zou kunnen. Toch ben ik blij met deze keuze, omdat dit echt een opleiding is wat bij mij past. En ik vind het heel leuk om over dit soort dingen te leren. En het is misschien niet de logischste keuze geweest. Vooral niet wat anderen van je verwachten. Maar het is wel een keuze geweest wat bij mij past. Ik heb natuurlijk wel een enorm sociaal netwerk opgebouwd afgelopen jaar met alles wat ik doe, zeg maar, met mijn opleiding, met mijn bestuursfuncties. Dus ik heb altijd wel mensen waar ik even iets neer bij kan leggen. Dat doe ik ook altijd wel. Dus als ik iets ga besluiten, dan ja, zorg ik wel altijd, ik leg het altijd wel bij mensen neer van wat vind jij ervan en wat zou jij doen. Dus dat doe ik wel. Daar heb ik eigenlijk altijd van gedaan. Ja, ik moet zeggen dat ik ben er nu al redelijk tevreden mee hoe het nu gaat. Ik heb wel een periode gehad dat ik me echt heel erg slecht voelde, vooral in het begin van de eerste opleiding. Toen heb ik ook een tijdje antidepressiva gehad en die slik ik nu nog steeds, maar het is wel zo dat ik voel me wel beter in mijn vel zitten. En ik heb toen een tattoo laten zetten in de tattooshop waar die jongen werkte destijds. Hij tattooerde toen nog niet, hij is daar als leerling begonnen. Ja, we hebben ik altijd contact gehouden, dat was hij. Ja, vrij snel daarna eigenlijk wel gebeurd, zeg maar. En ja, hij woonde destijds nog bij zijn ouders. Hij is heel vaak hier naartoe gekomen. Voor het weekend en zo. En hij is uiteindelijk bij een tattooshop in Eindhoven ook gaan werken. Dus was hij nog vaker hier. En ja, dat is eigenlijk sinds kort dat we echt, echt samen gaan wonen. Dus ja, dat gaat eigenlijk wel heel erg makkelijk, al had ik ook echt niet verwacht. Maar ja, tot nu toe gaat het allemaal heel goed.